Hey, goedemorgen. Ken je die grap dat je op tijd wil opstaan? Alle dagen wakker wordt op precies de juiste tijd en de dag dat je weggaat, een uur later. Ah, ook nog iets briljants, planningswise. Ik heb vannacht pas mijn guesthouse een mailtje gestuurd met: hey, moet ik vanaf het vliegveld een taxi pakken? Of kunnen jullie een taxi regelen? Of is er een bus of zo? Ja, als je je afvraagt, had je dat niet een week geleden moeten doen of misschien een paar dagjes eerder? Ja, maar I didn't. Omdat het heel saai is als je alles geregeld hebt en zo. Ik heb net gelukkig even met Stefan kunnen bellen. Ik ga even ontbijten met gebakken eitjes. Snel inpakken. Oké, dit zijn alle spullen die in mijn grote backpack gaan. Don't worry, ik ga echt wel nog even filmen wat ik allemaal mee heb. Maar daar heb ik nu gewoon echt geen tijd voor. Dus nu snel alles in de backpack stoppen. En dan ben ik klaar met inpakken. Mijn backpack is klaar. Ik heb helaas de souvenirs voor mijn nichtjes hier moeten laten, omdat het echt niet past. Maar overall, en hij is ook niet te zwaar. Ik vind hem veel te zwaar voor wat hij eigenlijk hoort te zijn, maar hij is niet te zwaar. Ik heb voor Nies nog even een afscheidsbriefje achtergelaten. Nou ja, afscheid. Hij komt in augustus dus naar Nederland toe. Het is nu 11:15. Ik ga naar Hongkong Station. Daar ga ik alvast inchecken en mijn bagage afgeven. Ik heb nog iets spannends. Want het probleem met het guesthouse en het vervoer is opgelost. Je kan dus of een minivan nemen of een taxi. En ik weet ook de prijzen nu daarvan. Maar ik vertrek op 26 juni naar Nederland. En dat is precies één dag te veel voor mijn 30-daagse Thailandse toeristenvisum. Nu maken ze daar over het algemeen geen probleem van. Maar het kan zijn dat de vliegtuigmaatschappij je niet in wil checken, omdat je officieel je visa oversteekt. Dus dat wordt nog spannend bij het inchecken. En als ik in Thailand ben, dan moet ik even voor mezelf bedenken, ga ik dat risico nemen op het vliegveld? Laten we zeggen dat in 95% van de gevallen je prima een boete kan betalen, of misschien zelfs 99% van de gevallen. Die boete is 500 baht, dat is 13 euro. Nou prima, wil ik met alle liefde betalen, maakt me niet uit. Maar als ze willen en als ze moeilijk willen doen, mogen ze je arresteren. Een alternatief is dat ik een paar dagen naar Cambodja ga en als ik terugkom, dan mag ik weer 15 dagen extra blijven. Ik weet even niet wat ik ga doen. Als eerste ga ik maar eens gewoon proberen in te checken en te kijken of de vliegtuigmaatschappij me accepteert. Yes, ik ben ingecheckt. Woehoe, gelukkig. Ze vroeg dus wel naar die visum en of ik een uitgaand ticket heb. Ik zei ja, ik blijf 30 dagen. Mijn ticket is naar Nederland, is al geboekt. En ze zei ja, hou hem wel bij de hand, want thuis de immigratie kan er naar vragen. Ik zei ja, klopt, bla bla. Ik dacht gelukkig hoef ik hem nu niet te laten zien. Kom ik in ieder geval Thailand in. Het ding is, mijn ticket op de 26e staat op 1 uur 's nachts. Dus mijn overstay is letterlijk 1 uurtje. Omdat het na middernacht is. Dus ik hoop maar gewoon dat ik daarmee eigenlijk niet dat hele Cambodja gedoe hoef te doen. Niet dat ik niet naar Cambodja wil, want dat weet ik gewoon nu niet. Maar niet dat ik word gedwongen om naar Cambodja te gaan, omdat ik anders een overstay heb. Dus, nou, gelukkig, dat is nu gefixt. Ik ga nog even lunchen met Nies. Hoi Nies. Hoi. We hebben een lekkere salade van de saladebar en ik heb een cronut genomen. Ik heb het wel eens in Nederland gegeten, maar toen vond ik hem niet zo lekker. Dus ik dacht, weet je, we gaan gewoon even nog een keer proberen. Nies, wat is je oordeel over de cronut? Ja, best goed. De eerste, geen slechte ervaring. Oké. Okay. Gaan we nu proeven? Cronut, here we go. Deze is zoveel beter.
Wauw. De eerste corona die ik had geproefd, die was echt super vet. Dat echt, als je erin kneep, kwam alle olie eruit. Vond ik echt heel smerig. Deze is lekker. Het is luchtig. Ik denk dat die nog luchtiger kan. Als ze hem perfect maken. Maar voor nu, lekker. Op naar het vliegveld. En er rest mij nog één ding wat ik echt heel graag in Hongkong wil doen. De Black Burger proeven. En de McFloat proeven. De McFloat is frisdrank, volgens mij gewoon cassis met softijs erin. En de Black Burger is een uitzondering. Want één keer in de zoveel tijd eet ik vlees als ik daar trek in heb. En die Black Burger, die zag er wel lekker uit. Die wil ik wel proeven. Ik heb alleen de bacon eraf laten halen, want dat gaat me echt te ver. Dat vind ik zo vies. Oh my god, nu ik dit zeg. Verder, volgende week wil ik bacon eten of zo. Maar voor nu ga ik de Black Burger proeven. Het smaakt naar bosbessen milkshake. Wauw, super lekker. Ik weet niet wat er anders is aan die Black Burger, maar hij smaakt ook wel echt goed. Ik vind hem heel lekker. Jongens, daar gaan we. Departures door de paspoortcontrole. Ik vind het serieus echt zoveel makkelijker om zelf weg te gaan dan als iemand anders weggaat. Toen Stefan bijvoorbeeld wegging of mijn broertje in Indonesië, dan ben ik echt heartbroken. Want dan blijf je echt in die situatie zitten en dan is die persoon er niet. Dat contrast tussen dan wel of niet met die persoon zijn is dan voor mij te groot. Terwijl als ik zelf wegga, dan ga je naar avontuur toe. En je bent met zoveel andere dingen bezig. Oh ja, trouwens, Thailand is leuk hè, met al die stranden en zo. Wat dacht je van centipedes en schorpioenen en heel veel giftige slangen? That's right. Ik heb gisteravond zitten lezen en ik dacht, hoezo ga ik naar dit land toe? Ik hoop dat ik er levend uitkom. Oké, okay, paspoortcontrole. Weet je wat trouwens echt jammer is? Ik ben super huge fan van YouTuber Superwoman. Echt waar, I love her. En zij is over 3 dagen in Hongkong met haar show. Weet je hoe ik zat te balen toen ik dat zag? Ik zou echt zo keihard naar haar show gaan. Ondanks dat het misschien voor kleine kinderen is of whatever. Super jammer. Oké, okay, maar wij gaan naar Thailand toe. Nu door de paspoortcontrole. Door de paspoortcontrole. Abort, verkeerde terminal. Dat meisje zei terminal 1. Ik zei, maar ze schreef dus 2 op en ik zei terminal 1, weet je het zeker? Ja, terminal 1. Terminal 2. Yes, gelukt. Ik heb een half uur vertraging, maar dat geeft niet. Wij gaan naar Thailand. Dude, ik ben nog niet eens 15 minuten geland. Ik ben al door de paspoortcontrole. Ik heb mijn backpack al. Go Thailand! We zijn binnen! Nu nog kijken hoe ik bij het guesthouse kom. Yes! Ik ben in het guesthouse! Ik logeer bij Diva Guesthouse. En een van jullie had tegen mij gezegd, ja, je moet naar Julie's guesthouse. Raad eens, de oprichters van Julie's guesthouse zijn de nieuwe eigenaren van deze guesthouse. Ik heb een zacht bed. Yo! Even serieus. Ik las comments online dus. Die zeiden van, ja, harde bedden, dit, dat. Harder dan Zuid-Korea wordt het niet. En dit is gewoon een fluffy bed. Woep. Het is hier nog vroeg. Ik wist niet dat er met Thailand een tijdsverschil was. Omdat, ja, ik eerlijk, ik vind 1 uur of 2 uur tijdsverschil vind ik gewoon niet zo boeiend. Maar het is hier nu dus pas 9 uur. En die vrouw had me aangeraden om even naar de night market te gaan. Ik wil ook best wel nog even wat eten. Dus dat ga ik denk ik zo meteen eventjes doen. Oh ja, dit is mijn badkamer trouwens. Ik heb warm water, maar sorry, met 36 graden heb je dat gewoon echt niet nodig. Lalalala. Zoals je ziet heb ik een kamer voor mezelf. Dit is een hostel. Ik had op een, zeg maar, dorm kunnen slapen. Voor veel goedkoper, echt. Ik denk 1/3 van de prijs of zo. Maar wanneer het kan, slaap ik het liefste bij me, myself en I. Ik vind hostels af en toe heel chill. Misschien zal ik er later ook wel weer behoefte aan krijgen of zo. Maar het minst relaxte daarvan is dat mensen vaak heel laat gaan slapen. Vooral backpackers. Ondanks dat ik de afgelopen maand zelf de hele tijd heel laat ben gaan slapen. Maar daar komt dat messed up slaappatroon ook van. Want op een gegeven moment ga je maar gewoon aanpassen. Omdat je denkt, ja, ik kan wel om 10 uur in bed gaan liggen. Maar dan kan ik toch niet slapen. En om de tweede reden, bijna elke dag checkte iemand vroeg uit. Dus en je gaat laat slapen. En
elke ochtend is er vroeg iemand in de weer met zijn plastic tasjes en ritjes en dat soort dingen. Als ik alleen kan slapen, dan kies ik er liever voor om alleen te slapen. Als het echt niet anders kan, dan heb ik geen bezwaar tegen een hostel. Maar in Thailand is alles prima te betalen, dus ik verwacht niet dat ik hier in een hostelkamer ga slapen. Ik ben ook niet zo'n persoon die dan gaat zeggen, oh, maar dat is 1/3 van de prijs, dan kan ik veel langer doorreizen. Nee, sorry, mijn mentale gezondheid is me echt een stuk meer waard dan 3 euro of zo. Ik heb wat eten gevonden. Dit is gewokte groenten met garnalen. Ik heb ook een ananas passiefruit smoothie genomen. Geen idee of we daar ziek van gaan worden, we gaan het zien. Ik ben op dit moment moe, dus dan maak je niet altijd de beste keuzes. Maar ik ben tevreden over mijn maaltje. Hoe voel ik me nu? Toch altijd de vraag die je krijgt. Ik ga door een soort van achtbaan van emoties. Het is altijd op een reisdag. Ik vind dat echt... Wanneer ik op vakantie ga, vind ik dat de leukste dagen. Maar op reis vind ik dat de meest vermoeiende dagen. Dat je toch met al je spullen moet sjouwen. De hele tijd opletten. Als je naar de wc wil, moet je spullen meenemen. Blablabla. In een nieuwe plek moet je dan verplicht even op ontdekkingstocht. Omdat je toch wel even moet weten waar je moet eten. En ja, hoe de plek er gewoon uitziet. En omdat het dan verplicht is, dan is het ineens wat minder leuk. Maar goed, het moet toch gebeuren. In een nieuw land zijn alle indrukken ook meestal 3 keer zo groot. Dus ik voel echt dat ik in Thailand ben. Het lekkere eten natuurlijk. Ik heb de Thaise smile ook al gezien. Helaas ook de vieze oude mannetjes en de ladyboys. Ja, daar gaat gewoon even wat tijd overheen om dat te verwerken. Ik ga gewoon lekker even slapen. En toen viel de camera uit. Wat ik wilde zeggen, ik ga lekker slapen. Dankjewel voor het kijken als je al geabonneerd bent. Dan gaan wij samen morgen weer op pad. Als je nog niet geabonneerd bent en je wil morgen ook mee op pad, klik dan hieronder om je te abonneren. Gewoon 1 keer klik, klik en dan 1 keer klik. En dan kan je abonneren. Gaan we morgen ook samen op pad. Tot morgen!